Doe eens nou, een choreografie op het dagboek van Anne Frank. Gretine Molenbuur en Karen Lambrechts, die maatje dat voor het 10-jarig jubileum van de jeugddansopleiding. Gretine is artistiek leider en Karin, die doen ze in het landelijk zeilskip introdans. Maar wat zij in het eerst van doensje leren, dat leerden ze van Gretine. En daar is nog altijd heel wees mee. Ze is technisch zo beheerst, zo geweldig. Maar wat ik het meest mooi aan haar vind, ze is zo ze is. Ze is zo oorspronkelijk, zo eigen, zo echt. En geen pretenties, of, dat vind ik het mooie aan haar. Ja, ik kan technisch, dat zou mooi zijn, maar als je dat oren net hebt, breng je ook niks. En ik vind dat dat oren, dat die passie en die drive en dat helemaal erin zitten, ja, dat vind ik bij haar geweldig. Dat vind ik wel zo. Ja, dat is zo'n rijkdom. Prachtig. Karin Lambrecht, ze leerde het doensje bij Gretine Molenbuur en kwam uiteindelijk bij Introdans te lonen, een professioneel doenselskip uit Arnhem. Verline week zie het in Zwitserland en nu in Indonesië. En daartussen terug via ze even in Ljouwert. 10 juli maken wij een reportage voor die. En toen zeiden ze toch van, ja, maar die danspassie, ja, dat is wel zwier. Want dan lees ik de nacht zo bed. En dan ben ik zo aan het malen, ook al ga ik slapen. En dan automatisch gaan mijn hersens gewoon door. En dan word ik s'nachts wakker en dan ben ik helemaal misselijk. En mijn vriend moet altijd heel hard lachen, want die vindt het natuurlijk heel vervelend. Want die kan helemaal niet slapen als ik de hele tijd licht te draaien. Dus dat is soms wel lastig, daar moet ik wel beter mee om leren gaan. Is dat de reden dat hij weg is gegaan? Nee, dat is niet de reden dat hij weg is gegaan. Tenminste, niet dat ik weet. Nee, nee. Maar het. Kijk, bij Instagram zit ik bij een jeugdgezelschap, dus dan doe je allemaal dingen voor jeugd. Dat toch meer humoristisch is. En dit is meer. Ja, hier kan ik mezelf nu ook meer aan kwijt, omdat ik gewoon wat ouder ben. Dus dan heb je. Kan je meer vertellen of zo? En wil je ook wel graag wat serieuzere stukken doen? En dat is wat we bij Instagrams, bij mijn gezelschap, het jeugdgezelschap, minder doen. Ik speelde dwarsluit en ik zou naar het conservatorium en toen werd mijn lip afgebeten door een poedel. En toen was ik 12 en ja, dan kan je geen dwarsluit meer spelen. Dus toen, en ik was altijd al aan het turnen en bewegen en dingen aan het doen. En dus toen zeiden mijn ouders, nou, misschien is dansen dan wel leuk. Dus toen ben ik meer daarop gaan focussen. Maar turnen is natuurlijk echt, je doet een soort oefening. Het is een sport, je haalt punten en dat is het. En toen ik bij Gretine kwam, zij heeft me echt bijgebracht dat moderne dans meer met emoties te maken heeft. Dus dat het niet, ja, het is belangrijk om het goed te doen, maar het gevoel wat je erbij hebt is ook belangrijk. En dat heeft mij eigenlijk heel erg veranderd. En dat, ja, heeft mij gebracht tot waar ik nu ben, denk ik, omdat zij dat inzicht gaf. En daar wilde ik veel meer mee. Rennen, hup. En springen, en afzetten, en afzetten, en nog eens een keer. En rondje. En dat is heel mooi trouwens, toen Karen die pakte, seks nog even om. He, dat is hartstikke goed. Ja. Dit is de scène dat dat een famke met haar mem in een rij rent als vluchteling voort, onbekende stemming en bestemming. En er zijn altijd mensen die wil redden. En Karen is de vrouw die vecht en die redt en die helpt. En die is de sterke vrouw eigenlijk, maar ook de kwetsbare. En zij wil haar eruit hellen, maar eigenlijk is het echt een tweestrijd, want ja, die man die wil haar echt horen. Hè? Dus dat. Maar ze binnen op waar naar het kamp. Ja. Dus dat is heel heftig. En dat is elke keer heel raar, maar elke keer maak ze weer goed, omdat het zo emotioneel stik is. En ik ben er zo lang mee bezig, al een jaar bijna, dus je zit er zo in. Ja. De leerlingen van de jeugddoensopleiding zoen wel sa Oscar in volle. Maar de vraag is of die dream in werkelijkheid net oors minder leuk is. Kijk, eerst probeer je op een dansacademie te komen. En als dat lukt, dan ben je helemaal gelukkig. En dan ga je een heel traject door. En daarna moet je auditie doen en hoop je dat je een baan krijgt. En ja, als je eenmaal dat hebt, dan ben je zo gelukkig. En het is echt, ja, het is zo'n passie dat het,
ja, het is gewoon fantastisch. Is dat een permanent geluksgevoel? Het is natuurlijk ook hard werken. Ja, dus, maar uiteindelijk heb je wel altijd dat geluksgevoel. Dus ja, ik wel. Als je op toneel staat of de reactie van het publiek. Of ja, als je in de bus zit in Zwitserland en je kijkt naar buiten, denk je, oh, dat is toch gaaf. En dan komt ze binnen en dan begin je over het stik van wat mag het worden en zo. En dan begin je te trainen en dan doet ze een rok aan. Ik zei, heb je een rok mee? Ja, zei ze. Ik dacht, dat zou wel bij het thema passen. En dat vind ik dan zo geweldig, want dat is precies hetzelfde wat ik dacht. Maar ook in het thema had ze zich verdiept en vragen stellen, woorden zocht van welke emotie. En dan hadden we het erover. En het is een hele ontzettende leuke wisselwerking. Ik zit nu op een heel goed punt in de zin dat ik me heel erg comfortabel voel en heel erg kan genieten van op het toneel staan. En dat is wel iets wat ik vast wil houden, dus ik weet niet of ik nog heel lang door zou gaan hierna. Niet nog 5, 6 jaar in ieder geval. Nee. Dus dan moet je weer anders zoeken. Ja, tijd voor iets nieuws. Maar er zijn zoveel leuke dingen, daar ben ik niet bang voor. Ik hou heel erg van koken en ik ben heel erg met voeding bezig. Dus misschien voeding en gezondheid aan de Universiteit in Wageningen. Zoiets. Of iets met cultuur blijven doen vind ik wel heel belangrijk. Dus, je hebt je zo rijk gedanst dat je zo'n studie er wel achteraan kunt doen. Ja. Nou, er is gelukkig een speciaal omscholingsfonds daarvoor. Ja, je betaalt elke maand een gedeelte aan hun. En na 10 jaar, als je 10 jaar bij een vast gezelschap hebt gedanst, dan krijg je dat uitbetaald. Dus dan kan je gaan studeren. Dus dat is echt ideaal. Dat is Nederland echt goed in. Dus wat dat betreft, ja. Want je hebt als danser natuurlijk geen tijd om ergens anders je energie in te steken. Dus ja. Het jubileumfeest van de jeugddoensopleiding Friesland wordt op sneur 16 juni viert in de Harmonie van Ljouwert. Maar deze choreografie was een van de 8 doensen die er dan uitviert worden. Voor meer informatie, zoek op www.jdof.nl.